Hey, leuk dat jullie allemaal kijken naar mijn eerste vlog. We gaan vandaag karper vissen met de pen. En ik zie jullie zo. Zo, ik ga eerst even beginnen het voertje maken. Gewoon je standaard karper voertje. Wat erin zetten. Ik voeg zelf altijd een aantal pelletjes toe. En lekker wat mais erbij. Doe er ook wat water tussen. En dan gaan we eventjes mixen. Iets meer water bij. En dan ga je het mixen totdat als je erin knijpt, een mooi balletje komt. Het moet niet te nat worden, anders brokkelt het in het water ook niet uit elkaar. Zo is dit perfect. Voordat ik ga vissen en mijn spullen klaar ga zetten, ga ik alvast even wat lokvoer in het water doen, zodat de vissen wat aantrekt. Even een handje, mooi bolletje. Ik ga vandaag niet te ver van de kant af vissen. Lekker dichtbij. Dan gooi ik daar even twee bolletjes in. Dan ga ik mijn spullen klaarleggen. Ik zal jullie ook even laten zien hoe je een onderlandje maakt. Nou, ik heb gewoon een standaard pendobbetje. Ik heb wat stoppetjes. Een haakje en wat loodjes. Nou, dan begin ik altijd met een stoppetje. Dan zit hij zo op het lijn. Daar doe ik het pendoppetje aan. En dan zetten we nog een stoppetje, zodat de dobber altijd netjes op zijn plek blijft. En dan ziet dat er zo uit. Ik laat het liefst altijd nog een centimetertje ertussen, dat de dobber ook een beetje vrij kan bewegen. Daarna knoop ik het haakje eraan. Ik heb hier vandaag niet zo'n groot haakje. Hier zwemmen ook een hoop kleine vissen. Het is leuk om van alles wat te vangen. Ik zet gewoon een halve bloedknoop. 6 keer eromheen draaien. Even kwatten. En aantrekken. Dit gewoon aan vast. Daarna gaan we de loodjes op doen. Ook nog een tip voor jullie. Als je je loodjes erop knijpt, knijp dan niet te hard. Want dat geeft anders een flinke zwaktepunt in je lijn. Dus gewoon zo, het hoeft er alleen even op te haken. Meer niet. Kijk, ik heb nu 3 loodjes op mijn rij zitten. Wat ik nu ga kijken is hoe diep het is waar ik wil vissen. Nou, ik wil ongeveer daar. Ik heb mijn loodjes precies afgesteld dat mijn dobber heel rustig naar beneden zakt. Dat op een gegeven moment de eerste loodje op de grond is, blijft mijn dobber precies netjes zitten als hij goed uit is geladen. Ik ga het jullie laten zien. Een stukje omhoog. Hier hebben we ons lokvoer erin gegooid. We gaan even kijken of de dobber nu goed afgesteld. Bijna. Ik denk nog een centimetertje of 15. Zo. Heel klein stukje. En dan zit hij perfect. Gaan we vissen.
Zo. Kijk, het is niet zo'n groot haakje. Die er één meiskorrel op vandaag. En dat moeten we gaan doen. En zoals je ziet zit de dobber perfect in het water. Zo domme dobber. Nou jongens en meisjes, het gaat tijd voor het worden voor het geheime wapen. Ik heb wat wormpjes uit de tuin gevonden. Die gaan we even gebruiken. Ga je wat bijvoeren omdat. Oh, kijk nou wat. Zag je dat? Oh, bijna. Ik moet geduld. Ja. Oh. Zo, jezus. Dikke voren, jongen. Kijk eens aan. Visie gevangen. Een paar schubbetjes. Leuk vis. Doei doei. Nou, het vriendinnetje gaat ook even een visie vangen. Nog grotere dan. Een nog grotere ga je vangen, ja. Jij moet het zeggen, hè, wanneer ik... Ja, ik ga het zeggen. Hij is even... Wacht. Ja! Oh, nee! Laura, wat doe je nou? Ik weet niet wat ik doe. Zo, weer een dikke voren. Nummer 3. Nou, even netjes wat haken. Snel weer terug gooien. Nou. It was at this moment that she knew she fucked up. Wel goed bezig hoor. Ja, hij komt zo nog wel, Laura. Ja. Oh shit. Laura. Ik heb een vis. Je hebt een vis. Oh, ziek. Als je hem zo vast had, lijkt hij master. Nou, zal ik hem even onthaken voor je? Ja, is goed. Heel mooi. Pak zo. Even een tangetje. Zonsondergang. Gaat dit goed zo? Ja, dat gaat ik hou hem vast. Is echt wel heel makkelijk onthaakt. Dit is jouw vis? Ja, hij is heel mooi. Zullen we hem terug doen? Ja, doe maar terug. Doei. Hoe blij ben jij nu? Ja, nu ben ik wel heel blij. Eerste visje van het jaar. Ja, hal op. Oh, je mist hem. Laura. Nou, daar ben ik er klaar mee. Is goed. We gaan naar huis toe. Ik heb goed gevist. Koud.